Goedemorgen, ik ben bij Praktijk De Warme Hand en dit is Chantal. Hi! Nou, leuk Chantal dat ik bij jou op de koffie mag komen. Ja, gezellig. Zo, nou we zitten nu in jouw praktijk hè? Ja. En ik ga eens even rondfilmen, want dat ziet er natuurlijk, want ik zie ook iets heel leuks. Even kijken. Kijk, dat is de stoel en dat is jouw vaste klant denk ik. Ja, dat is Bob de Beer. Oké, en waarom heb jij Bob de Beer? Dan kunnen die cliënten of de kindjes, zal ik maar zeggen, echt in gaan zitten. Dan hebben ze in ieder geval niet zo'n grote stoel, maar dan liggen ze lekker in de knuffel. Lekker warm. Oh, leuk. Dus lekker knuffelen. Ook speciaal voor kinderen. Ja. Ja, nou super. Dus als ik volwassenen heb, gaat hij er wel uit, anders past het niet. Nee, alhoewel lijkt me best wel lekker zitten trouwens. Ja, hij zit best lekker, ik heb het zelf ook gedaan. Ik ga het straks even proberen. Doe maar. Laten we het eerst maar even nu zakelijk houden. Ja. Oké. Eerst heb ik een cadeautje voor jou. Oh, dat vind ik spannend. Wat zit erin? Nou, ik heb wat proefzakjes voor jou meegenomen van de Soul en de Core. Oké. Dat zijn voedingssupplementen, heel krachtig. De Soul, daar zitten uiteraard weer, nou, onder andere de zwarte komijnzaad zitten in. Ja. Maar de Soul, als je die dagelijks inneemt, dan herstelt dat jou en vult jouw immuunsysteem aan. Oké. En de Core, daar zitten allemaal ingrediënten in die zorgen voor ontgifting en detox. Oké. Die hebben we hier ook staan, of niet? Ja, dit is de Core en dit is de Soul. Oké. En ik zou zeggen, ga ze gewoon lekker uitproberen en ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik ook. Heel benieuwd. Ja, ik vind het inderdaad voor meer. Gaan we het eerst hebben even over jouw praktijk. Eerst even een bak koffie. Lekker koffie. En, want jouw praktijk heet De Warme Hand. Ja. En jij doet aan reflextherapie, voetreflextherapie. Ja. En babymassage. Ja, klopt. Oké. En ja, het eerste wat bij mij naar boven komt is van, wat is eigenlijk voetreflextherapie? Nou, wat voetreflextherapie is, ik behandel eigenlijk je hele lichaam. En dat doe ik alleen op de voet. Dus eigenlijk je hele lichaam is weerspiegeld op de voet. En door drukpunten en masseren stimuleer je eigenlijk het zelfhelende vermogen van het hele lichaam. En daardoor krijgen cliënten dus een reactie. En daardoor gaat het lichaam dus beter functioneren of wordt de klachten minder. Oké. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, dan kun je wel even kijken. Kun je het ook even zien? Ik heb het daar van neergezet. Kijk, nou, je moet het zo zien. Dit is eigenlijk het hoofd. Je tenen zijn het hoofd. Dan hier krijg je eigenlijk je romp. Dus daar zitten je longen en je hart. Dat soort organen. Naar de buik, je darmen. Dus dan kun je goed zien dat je ook, bijvoorbeeld aan de linkerkant zit alleen de mild. En aan de rechterkant zit alleen het leven en dat is in het lichaam ook zo. Dus op de voet is het precies hetzelfde als in het lichaam eigenlijk. Okay. Dus heb je eigenlijk even een algemeen plaatje dat je een beetje begrijpt hoe ik naar de voet kijk. Goh, en ik las dat je ook babymassages geeft. Ja, klopt. En, hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ik heb zelf een pop. Ik vind het belangrijk namelijk dat de ouders zelf het kind doen. Een babymassage geven. Dus als ik het uitleg, doe ik het op de pop en de ouders op het kind. Want ik vind het heel belangrijk dat de ouders het contact krijgen met het kind. En niet dat ik als therapeut of masseur ertussen ga zitten. Ja. Want het is net geboren en het enige contact wat een baby eigenlijk nodig heeft is zijn ouders. En dat dat gewoon hecht is. Dus ik laat eigenlijk de ouders het zelf doen. Ja. En daarom heb ik er ook voor gekozen, omdat alle mensen nu best wel druk zijn. Is dat net even het momentje voor het kind en de ouders dat ze even samen, even ergens samen mee bezig zijn en alle drukte eigenlijk vergeten even en even alleen rustig masseren. Mooi. Nou ja, goed, je weet dat deze video onder andere ook als doel heeft van waarom ik ook bij jou op de koffie kom. Ja. De Views Coffee. Wat geef jij mensen mee, zeg maar, wat kan je een dagelijkse tip geven voor mensen, voor, of eventueel voor hun hoofd, voor hun mindset of voor hun lichaam? Wat geef jij mee? Wat geef ik mee als mindset?
Als je wakker wordt, begin ontspannen en kijk dan eerst of jij je ademhaling al in je buik hebt. Dat is eigenlijk best wel een belangrijk en heel makkelijk iets waar je op kan letten. De hele dag door doe je af en toe even kijken waar is mijn ademhaling. Als je je dan concentreert op je ademhaling, ga je ook weer uit je hoofd en krijg je meer rust in het lichaam. En ga je de dag veel beter functioneren. Nou, dat ga je. Ik ga het in ieder geval vandaag zeker doen. Ja, het is echt heel makkelijk en gewoon iedereen kan het toepassen. Ja, nou dan bedank ik jou voor dit interview. Jij bedankt voor de heerlijke koffie. Ik ga hem nu ook echt opdrinken. Ja. Daar waren we niet aan toegekomen. En dan wens ik jou heel veel succes. Dankjewel. En uiteraard kunnen ze jouw website natuurlijk bezoeken. Zeker. En dat is www.warmehand.nl. En tussen warme hand zit een streepje. En dan hoop ik dat je heel veel nieuwe cliënten krijgt. En die graag... Of kinderen die misschien... Met Bob de Beer wil ik knuffelen. Mag. Alles mag. Oké. Nou, dankjewel. Jij ook.